Hij tegen PSV heb je vrije dag genomen. Ja. Ik heb maar één actie zien maken. Ik denk dat die dat ze hadden gezegd, nou, tot de volgende week. Dat was Jaakie, met z'n avondzwarte haar. Dat was Jaakie. Nou, Jaak, een rustig weekendje voor Ajax, want geen wedstrijd. Nee. Die competitieronde die verplaatst is, daar is een hoop over te doen geweest. Ja, natuurlijk. Iedereen doet zijn zegje en ik kan best voorstellen dat er clubjes bij zijn die een beetje onderin staan. Ja, door die verandering dat het andere wedstrijden geeft. En, dat is zo. Maar goed, ik vind ook voor Nederland is belangrijk, en nu is het toevallig Ajax, als het PSV of Feyenoord was geweest. Ja, ik vind dat ze daar medewerking, dat doen ze in het buitenland ook. Alleen in Engeland op het ogenblik, ja, die zijn ook al het mopperen dat Ajax vrij is. Nou, dat is helemaal mooi dat de trainer dat zegt. Ja? Ja, dat vind ik vreemd. Maar die heeft niet. Want ja, die kan er niet zeggen wat er in Nederland moet gebeuren. Nee, in Engeland kan hij wat zeggen, maar niet hier. Nee. Ik vind het een aardige man, goede trainer, maar hij moet niet van die gekke dingen roepen. Nee. Is dat misschien een beetje de underdog-positie kiezen? Ja, hij wil echt in de underdog. Terwijl Tottenham, ja, ik ben favoriet ook van die club. Ik heb mijn afscheidswedstrijd daar tegen gespeeld. En, ik vind het een geweldige club, ik zie ze graag spelen. Speel ook voetbal. Nou ja, dat is ook mooi dat dat tegen Ajax is. Want Ajax kan er ook tegen voetballen. Ja. En daarom kan het een mooie pot worden. En iedereen roept wel, wat een makkie nu voor Ajax. Want Kane doet niet mee, Dyer niet. En Son, ja, die geschorst is. Maar zo makkelijk is het niet. Europa Cup is anders dan competitievoetbal. Ja, je moet het gaatje gaan in de Europa Cup. Als je echt wil winnen. Nou ja, dat zou moeten gebeuren morgen. Ja, want je hebt Tottenham tegen West Ham gezien, denk ik. Ja, dat was niet best. Nee. In die vorm zou ik ze graag willen hebben, ja. Ja, maar dat zegt dus helemaal niks. Dat zegt helemaal niks. Het is morgen weer een heel andere pot. Daar hebben ze op ingesteld. En halve finale. Ja, die willen ook in de finale komen. Waar liggen de zwakke plekken van Tottenham? Nou, ik vind toch ook wel een zijkant. Aan de linkerkant. Dat vind ik niet sterk. Het centrum, nou ja, je weet wie er spelen. En waar liggen de zwakke plekken voor Ajax? Waar moeten we voor oppassen, zeg maar? Ja, wij moeten oppassen voor hoge ballen bij ons voor de goal. Dat is altijd. Het is tegen elke club. En zeker tegen Engelsen, die duiken erin. En of jij er nou voor zit of de bal, dat maakt niet uit. Minimaal één keer scoren daar, lijkt me. Ja, dat moet op zeker. Ja. Dus 1-1, 1-2, dat is een mooie uitslag. Ja, dan kan je met een gerust hart... Dan geloof ik dat Ajax thuis... ze kan pakken. Oké, okay, nou kijken we eventjes naar Nederland ook. Lozano, die liep een akelige blessure op, het valt mee. Maar zijn seizoen zit erop. Oh, ja, is voor hem niet leuk. Het was een nare blessure, vond ik. Van achteren werd hij zo geraakt in zijn knieholte. Ja, dat is vervelend. Ja. Nee, want we hebben het wel eens over gehad dat hij makkelijk ging liggen, maar dit was wel een serieus. Nou, dat was een serieus, ja. Die heb ik zelf ook gezien, ja. Ja. Verder, Van Bommel had ook nog wel weer wat te zeggen over Ajax. Hij wilde de druk een beetje opvoeren. Ja, dat is logisch. Dat zou iedereen doen, denk ik. Dat is niet zo erg, dat hoort erbij. Kijk, dat kunnen wij ook roepen. Gewoon twee wedstrijden winnen, dan zijn we kampioen. Ja. Nou, dan nog even wat spelersinteresse, want die blijft maar komen natuurlijk. Ja. De Ligt, Barcelona, dat lijkt... Ik denk het wel. Ja? En dan moet Ajax zorgen dat er twee anderen op staan. Dat zal niet zo makkelijk zijn, want ik vind het echt twee goede jongens. Dus om dat meteen in te passen, dat zal niet makkelijk zijn. Dat wordt echt zoeken. Maar ja, ik hoop het dat het gebeurt. Misschien kan ik meezoeken. Nou, dan hebben we ook nog Donny. Er kwam uit Frankrijk een bericht dat Paris Saint-Germain interesse heeft. Ja. Is dat een club waar hij tot zijn recht zou komen? Nou ja, het zijn goede voetballers, daar gaat het niet om. Maar er zijn nog veel meer clubs die geïnteresseerd zijn. Maar ja, hij mag zelf beslissen wat hij gaat doen. En het ligt er ook een beetje aan wie blijven er. Ja. Dat moet hij zelf doen. Hij heeft het hier goed naar zijn zin. Ja, tuurlijk. Je ziet hem stralen op het ogenblik. Hij voelt zich thuis, hij voelt zich in vorm. Nou, dan komen er ook nieuwe spelers naar Ajax toe. En die jongen van Willem II, die spits, die van Dortmund is. Ja, hij tegen PSV heb je vrije dag genomen. Ja. Ik heb maar één actie zien maken. Ik denk dat dat ze hadden gezegd, nou, tot de volgende week. Ja.
Ja, dat was niet veel. Nee, Willem II, dat viel me zwaar en zwaar en zwaar tegen. Nou, ik weet niet hoeveel ballen ze nu in deze wedstrijd naar PSV gespeeld hebben. Dat is ongelooflijk, dat is niet te tellen. Nee, voor een heel zwak. Die goals ook die erin gaan. Gaan ze nog vechten ook bij die tweede goal die hem geraakt heb. Nou, een blunder van de keeper. Een verschrikkelijke blunder. Dus, Willem II hoeven niet te vrezen in de bekerfinale? Nou ja, goed, je moet gewoon winnen. En tuurlijk zullen ze hun best doen, Willem II, twee keer zo hard als tegen PSV. Maar ja, ze moeten gewoon zijn werk doen, net zoals ze uitgewonnen hebben met 1-4. Dan is de eerste prijs al binnen? Ja, dat is aanstaande zondag, hè? Ja, van de twee, toch, zei je? Of... Ja, goed, je moet afwachten. Kunnen het twee of drie worden. Ja. Dan kwam ook nog Kjell Scherpen. Ja. Kwam naar Ajax, heeft getekend. Ja. Dat is ook wel wat om te doen geweest natuurlijk. Ajax pakte aan dat filmpje. Ja, toen was hij jeugdspeler en zo heb iedereen wel eens wat geroepen natuurlijk. Dat vind ik niet zo erg. Maar ik hoop wel dat hij scherp is. Nou, morgen Tottenham dus. Ja. Je gaat er naartoe, neem ik aan. Ik ga morgen daar naartoe, ja. Lekker, nieuwe stadion. Even ja, rondkijken. Dat lijkt me heel mooi. Het is een heel mooi stadion, wat ik gehoord heb. Rafael van der Vaart. Nou, die heeft rustig gespeeld. Hij zegt, zo mooi, ongelooflijk. Dus, dat wil ik graag zien. Ja, en dan voorspelling? 1-2.